Ja, vrienden, hoe spannend wil je voetbal leren? Ja, dit is, het is wel even een voorbeeldje ervan, hè? Ja, die play-offs. Dus, en wij, NAC, en jullie zitten natuurlijk op te kijken. Dit is werkelijk ongelooflijk. Ja, dan gaan we loten hier, gaan strafschop. 120 minuten hebben we gehad, het is 1-1. En dat Emmen de hele wedstrijd beter geweest. Eerlijk is eerlijk. En jullie weten het, ik heb het al verteld. Ik kan moeilijk kiezen tussen Emmen en NAC. Want al die beide clubs, ja, die mag ik graag. Maar goed, in dit geval moet ik eerlijk zijn. Emmen was de betere ploeg gewoon. En NAC heeft de hele wedstrijd eigenlijk een beetje verdedigd. En een beetje, ja, het was allemaal niet geweldig. Maar goed, ze hebben het volgehouden. En nu is het strafschoppen. En welke spanning is er nu? Want nu gaat het erom. Want hier kan Emmen, die kan hier gewoon, als ze dit verliezen, degraderen. Gewoon boep, terug naar de keukendivisie. En NAC, als ze die winnen, die kunnen gewoon, hup, maken er gewoon een hele goede kans op promotie. En dat wordt nu, gewoon bij deze penalties, wordt dat gewoon besloten. Ja, dat is hoe spannend wil je het hebben in voetbal? Nou, dit is er zo eentje hoor, ja. Ja, kijk. Ja, mensen die niet meer kunnen kijken van de spanning. Ja. Oeh, en we mist. Even kijken. Ik ga even goed kijken. Ja, wat een slecht genomen penalty. Oeh, en we. Kans. Ja, hier. Ja, jij zal nu Emmen supporter zijn. Dan ga je nu helemaal uit je plaat. Hele wedstrijd beter. En dan krijg je dit. Ja, dat kan ook gebeuren in voetballen. Ik zit te praten en intussen heeft NAC dus gescoord. Oh, ja. 3-2 voor NAC. En men moet, ja, deze man die sterft uit. Deze moet erin. Eigenlijk. Voor Emmen. Deze moet erin. Ja, die zit er ook in. En die zit er heel goed in. Het kan dus gewoon gebeuren dat NAC gewoon de mindere ploeg eigenlijk van de avond, dat die gewoon doorgaat. Dat, zo zit voetbal in elkaar. Ja, nou, daar komt hij. Hoi! Gestopt! Het is gestopt! Gestopt! Oh, kijk dan! Hoeveel spanning kan ik mensen aan? Yes, ja. Zo. Hier, even kijken. Ja, die is ook niet goed genomen. Ja, daar staan we weer gelijk. Oh. Emmen. En die stopt hem ook. Peña mist. Oh. Als hij scoort, dan is Emmen gedegradeerd. En gaat NAC naar de finale. Als hij hem maakt. Hoeveel spanning kan je aan? Ja, daar komt hij hoor. Als hij scoort. Als hij het doet, ligt Emmen uit de Eredivisie. En hij scoort. En het is NAC. Het is gewoon NAC. En Emmen. Het is heel treurig, maar waar. En ik vind het heel erg om te vertellen. Emmen is geregadeerd. Wat een keiharde werkelijkheid. Ja, en in Breda. Ja, daar gaan ze natuurlijk. Ja. Helemaal uit hun plaat. Want die zien we in de finale.